Sport- en jeugdzaken ondersteunt SOC-bewustwordings- en promotiecampagne. Het Surinaams Olympisch Comité, SOC, heeft twee campagnes gelanceerd, namelijk een bewustwordingscampagne over seksueel molest in de sport en een promotiecampagne van vrouwelijke topatleten. Ook werden de bijbehorende spotjes, flyer en banner onthuld bij de lancering die op maandag 8 april heeft plaatsgevonden in de Olympic House. Dit initiatief wordt ondersteund door het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Bij de lancering kwamen diverse stakeholders aan het woord. De voorzitter van het SOC, Ramon John Afat, gaf aan dat er met het opstarten van de campagnes een hoogtepunt bereikt is binnen de sportwereld. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.